Hele goedemorgen. Het is alweer een tijdje geleden dat we met nieuwe auto's op pad zijn geweest die echt goed klinken. Maar geloof het of niet, vandaag de dag is zo'n dag. Wij gaan op pad met de nieuwe Ford Mustang Dark Horse. En waarom deze auto zo goed klinkt, dat ga ik jullie zo meteen laten zien. Want onder de motorkap vinden we echt waar een soort kunstwerk. Maar de Mustang Dark Horse is een soort van doorontwikkeling van de Mustang Mach-1. Die hebben we een tijd geleden mogen rijden. Een handbak, echt een puriste Mustang. En dit is dus de nieuwe Dark Horse. Ja, en iets wat ik persoonlijk super gaaf vind nu we de motorkap open hebben, is dat we niet iets van engine covers hebben. Los van eventjes dit in het carbon fiber. We hebben natuurlijk de onwijze Strat hiervoor. Dit is gewoon een 5 liter V8 zonder turbo, zonder supercharger. Dus en zoals je kan zien, het is niet zomaar een Mustang, want hij ziet er echt veel dikker uit aan zowel de voor- als aan de achterkant dan de reguliere, de normale 5.0 GT. Die komt ook met iets minder vermogen, die is iets zachter in het onderstel. En deze auto is ook een soort van verkrijgbaar met Traxpack. En ik zeg een soort van, want in Nederland is het niet, maar in Amerika kan je hem samenstellen met carbon wielen, een grote spoiler, diffuser en ook een mega frontlip. Maar helaas, Nederland, die krijgen we niet. Het probleem vaak met een Mustang in Nederland was dat ze natuurlijk shocking duur zijn. Het interieur was daar alleen niet echt voor gemaakt. Want in Amerika is deze auto ontworpen voor de hardwerkende mensen. Een auto die dus betaalbaar is voor als je gewoon heel hard zou werken. Nou, in Nederland is deze alles behalve betaalbaar. Maar nu fast forward naar dus een 2025 model, de Dark Horse, zien we dat we eigenlijk eindelijk gewoon een soort van up-to-date zijn. Los van het feit dat we hier een mooie handbak hebben, hebben we hier een heel groot scherm. Een mooie startknop, die werkt als je hem indrukt. Ingedrukt houdt en niet één keer indrukt. We hebben de Karo bucket seats. Carbon accenten zijn zowel hier onder het grote scherm als op het stuur. Daarnaast zijn dus ook allerlei verschillende rijmodi die de tellers ook weer doen aanpassen. En verder om daar maar meteen op in te haken, van binnen zien we meteen een groot digitaal scherm. Wat we natuurlijk kennen vanuit alle BMW's die ik eigenlijk heb gereden. Het is bijna hetzelfde scherm als wat we vinden in de BMW M2. Maar wat leuk is dat we dus de tellers hier voor ons kunnen customizen. Dit zijn de normale tellers. We kunnen vervolgens ook naar sport. Dan krijgen we weer een andere layout. We kunnen ook naar circuit. Dan krijgen we meer de focus op de shifter lights. En dan zien we meteen in welke versnelling met daarnaast ook de bandenspanning. We kunnen ook kiezen voor rustig. Mocht je dat ergens een soort van willen in een Mustang. En dit is helemaal leuk, want een Fox Body instrumentenpaneel uit 87 tot 93. Dus echt classic tellers voor in je Mustang. Verder hebben we hier natuurlijk dus het grote scherm. We hebben hier nog echte knoppen. We hebben deze auto de handbak variant. We hebben een e-brake. Het is gewoon echt super vet. Carbon accenten. Ja. Ik ben wel fan geworden van de nieuwe layout. Het voelt niet meer outdated. Het voelt gewoon echt als 2024. En in die zin denk ik dat het interieur van de nieuwe Ford Mustang zeker geslaagd is. En ja, er zijn ook een paar dingen, zoals bijvoorbeeld dit, waar ik me echt wel aan zal irriteren op het moment dat ik dus 140.000 euro zou uitgeven aan een auto. Ik pak hem nu van onder en dat ziet er heel raar uit. Want op het moment dat ik hem zo wil pakken, moet ik mijn rechterhand dus bijna ondersteunen om die gordel te vinden. Verder iets wat ik niet kan begrijpen en het is misschien bijzonder dat ik hier ook meteen op doorga. Want het interieur ziet er super dik uit. Maar er zijn gewoon een paar dingen dat ik denk, waarom is daar niet gewoon normaal over nagedacht? Als je de middenconsole opent, dan zit je er op 1 zit je eruit als een debiel. Dan zit hij open. Dan krijg je hem dus bijna niet meer dicht. Dus dat is hartstikke leuk. Er past wat in. De stiknaden zijn allemaal cool. Leder, allemaal super cool. Maar er zijn gewoon een paar van die dingen dat ik denk, niet over nagedacht. Dit ook. Een soort van elektronische handrem. Wat dus moet lijken op een normale handrem. Het is allemaal een beetje wennen. En van dingen denk ik, ja, had ik persoonlijk anders gedaan. Maar ik denk dat het de hoogste tijd is om te gaan rijden. En als we gaan rijden, dan is het meteen leuk om met dus deze atmosferische 8-cilinder en 454 pk en 540 Nm aan koppel heel eventjes het vermogen los te laten in een tunnel. Dus dat gaan we ook doen. Want hier heb ik misschien de mooiste tunnel van deze omgeving waar we momenteel zijn. Daar komt ie. Kikken jongens. En het vette van dit is, deze uitlaat heeft 3 verschillende standen. Als ik hier op het paardje druk, op de bekende pony, laten we het heel eventjes zo noemen,
Dan kunnen we hier alle instrumentenpanelen aanpassen. We hebben rev matching. Momenteel staan we in circuit. Maar het toffe dus is dat we hier echt een quiet mode hebben voor de uitlaat. Ik zal het heel even demonstreren. Ik heb hier vier verschillende uitlaatstanden. Quiet is dus echt quiet. Laten we zeggen aardige buurman modus. Laten we het heel even zo noemen voor deze video. Dan hebben we gewoon de normale stand. Gaat de klep een beetje open. En dan kunnen we naar sport en we kunnen naar circuit. Het verschil daartussen weet ik niet echt. Het enige wat ik weet, hij klinkt gewoon heel erg goed. En het mooie was een atmosferisch motorblok waarin we dus met om en nabij 5 seconden naar de 100 zouden kunnen springen. In plaats van als je een klein beetje kan roeren met dus die 6-bak. Als je kiest voor de automaat krijg je 10 verschillende verzetten. Niet 8, niet 7, nee gewoon 10 verschillende versnellingen voor de automaat. En het mooie van deze Mustang is dus, ten opzichte van een GT, we hebben een Mustang die gewoon instuurt. Een Mustang waar je niet bang hoeft te zijn. Oh, er komt een bocht daar. Ik moet nu een beetje gaan remmen bij 100 km per uur. Nee, die auto die stuurt serieus goed in. Ten opzichte van dus de GT. Ten opzichte van de Convertible is het onderstel echt een stuk beter geworden. Ik mag wandelstonden natuurlijk ook onbekend dat het rijdend een stuk gaver is. Het is niet alleen de sound waar je die auto voor koopt, maar het is ook echt gewoon een wat meer een rijdersauto. GT staat natuurlijk voor Grand Tourer, wat comfortabeler. Deze is ietsjes harder. En daarbij dus ook een stukje strakker als je ermee door een bocht heen gaat. Ja, en persoonlijk vind ik dit ook super cool. Als we hier dus weer naar het menu gaan van de pony, dan kunnen we hier naar track apps en hebben we hier allerlei verschillende opties. We kunnen de acceleratietimer, rem, laptimer, lounge instellingen, schakeladvies, allerlei verschillende dingen instellen. Maar we hebben dus ook een driftrem en dat is dus weer met die e-brake. We kunnen een line lock doen, zodat we het natuurlijk kennen bij muscle cars eigenlijk. Daarbij geeft hij gewoon vol druk op de voorrem en kan je vol gas geven voor dus de burn-out. We hebben launch control en natuurlijk rev matching wat aanstaat. En nu weer uit en nu weer aan. Maar ik denk dat het vooral leuk is om gewoon even te kijken hoe doet die auto het nou gewoon zonder al die toetjes en bellen. Als ze dus een 0 naar 100 sprintje zouden doen. Dus ik zet hem hier even neer. Nou, ik moet zeggen, dat valt me niet tegen. We hadden een klein beetje slip. Maar hier moet je kijken, jongens. Dit kon echt niet met de vorige generatie Mustang. Om met één hand aan het stuur door een bocht. Dit is echt een wereld van verschil als je ermee rijdt. Er zit zoveel gevoel in die auto. Die bak is fijn. Dit is eigenlijk denk ik gewoon de sweet spot. Hij is niet te hard, maar hij is wel zodanig hard dat je er echt sportief en leuk mee kan vlammen. Over bijvoorbeeld het circuit, maar niet per se het gevoel dat je altijd op pad bent met een circuitauto. Is dat cool? Ja. Heb je daar last van dagelijks? Nee, dat denk ik niet. Waar ik wel persoonlijk last van heb, en ik heb deze auto dus voor 3 dagen. Je mag hier 3 dagen inrijden en daar ben ik onwijs dankbaar voor. Bas, thanks. Super vet. Ik ben echt blij mee. Tankpas hebben we het later een keer over, want ding drinkt zeg maar niet met 2, maar met 3 rietjes. Maar wat ik dus heel eventjes wilde zeggen, en dan wil ik niet opscheppen, dan denk ik dat ik misschien iets fitter ben op dat gebied. Maar de stoelen, die geven je heel veel steun, maar die geven me misschien te veel steun. Want in plaats van dat ze bijvoorbeeld de bucket seats van een Focus RS, die echt wat dunner zijn, die aan de zijkant wel echt veel steun bieden, lopen deze eigenlijk al vrij snel wat ja, in een soort kommetje. Dus als je daar langere tijd in zit en je rijdt gewoon heel normaal files in Nederland, ja, wie kent het niet, dan vind ik persoonlijk dat die stoelen echt te smal zijn. Ik zou niet weten of dat breder kan. Ik heb het nog niet voor elkaar gekregen. En als ik er gewoon mee aan het banjeren ben, dan is het helemaal prima. Maar op het moment dat ik dus inderdaad gewoon rustig rij en ik sta een beetje in de file en je bent een beetje rustig aan het schakelen, dan op een gegeven moment als ik een uur in die auto zit, dan denk ik, ga ik wel een beetje dit doen, zeg maar. Dan ga ik een beetje rekken. En ik denk niet dat dat de bedoeling is in deze auto. Want hij is niet per se knalhard. En ja, de sportstoelen zijn wat sportiever. Maar ik moet zeggen, als ik een langere periode in zit, dan ga ik hier niet zo heel erg gelukkig van worden. Daarentegen, voor het banjeren, waar je dus sportstoelen voor zou willen kopen, dan zijn ze top. Want steun, die geven ze 100%. Nog een keer dan. En die versnellingsbak is echt, jongens. De Focus RS bijvoorbeeld, wat ik iedere keer als een beetje referentiekader neem om bijvoorbeeld te schakelen,
deze versnellingsbak is net zo kort, maar wel echt een stuk zwaarder. De koppeling is dieper, de koppeling is langer, moet ik misschien zeggen, niet per se dieper. Maar daarentegen is het wel zo dat hij inderdaad, het aanglijpunt zit heel hoog. Dus daar moet je misschien in het begin een beetje aan wennen. Maar die slagen daarentegen, die zijn echt klunkelung, klunkelung, als een oude, echte, ja, mannenbak bijna. Het is ook een beetje klunkig als je er in het begin mee rijdt en die auto die is nog koud. Maar als je er dus inderdaad echt een beetje mee aan de haal gaat, dan is het zo onwijs cool om daar mee te rijden. Het is echt niet de allersnelste bak waar je heel snel mee kan schakelen, denk ik. Maar het is wel heel erg cool om inderdaad, als je die auto dus in zijn versnelling zet, dan heb je echt dat gevoel van, hé, er gebeurt hier onderhuids wat. Het is niet per se een bak die, denk ik, heel veel helpt. Maar gewoon als je ermee schakelt, dan voel je ook echt klang. Hij zit in zijn versnelling. Ja, en dat vind ik persoonlijk wel echt super vet aan zo'n handbak met dus zo'n luchtcilinder. Mustang Dark Horse is inderdaad niet gratis in Nederland. Jullie kunnen al een beetje raden wat denk de prijs is van zo'n 8-cilinder zonder turbo, zonder hybride op Nederlands kenteken. Maar ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat vinden jullie van deze auto en vooral wat vinden jullie van de kleur? De kleur is ook niet gratis, maar dat maakt het toch ook niet meer uit. Dus nogmaals, laat weten wat je ervan vond in de reacties. Ik ben groot fan, ik hou hiervan, ik hou van dit soort auto's en ik ben heel erg benieuwd wat jij hiervan vond.